Kijk, er zijn verschillende trajecten die we op dit moment volgen. En het zijn allemaal even belangrijke trajecten. Het eerste traject is namelijk het traject waarbij wij van de verkiezingsorganen de officiële uitslag zo snel mogelijk gepresenteerd wensen te krijgen. En daar zien we namelijk dat er wat vertragingen plaatsvinden. Ik wil niet zeggen gecreëerd worden, maar het mag niet zo zijn dat we nu al ruim 10 dagen, 11 dagen verwijderd zijn van de dag van die verkiezingen en er kan nog geen officiële uitslag plaatsvinden. Hier blijven we een strijd leveren. Er is een protest gisteren aangetekend door de 4 politieke partijen over de indiening van het bezwaarschrift, omdat wij vinden dat er geen juridische gronden zijn voor de hertelling. Straks gaat die brief ook naar OKB, straks gaat die brief ook naar het Centraal Hoofdstembureau. Maar we gaan strijd blijven leveren en als we naar de rechterlijke macht moeten gaan, dan zullen we dat ook doen. Dat is traject nummer 1. Onthoud u 1 ding. De grondwet zegt het parlement komt bijeen binnen 30 dagen na die verkiezingsdag. En we zijn al 10 dagen verder en men kan nog niet eens de telling afronden. Dit is in strijd met het democratische recht en democratisch principe, waarbij het volk recht heeft op een snelle uitslag, waarbij het volk graag wil dat de verkiezingsuitslag niet alleen geaccepteerd wordt, maar ook gerespecteerd wordt. Dat is 1 traject. Het tweede traject, namelijk de formatie van de regering. De eerste basis is gelegd. Elke dag gaan we verder, step by step. Maar natuurlijk zal je ook rekening moeten houden met een paar formele zaken. Dat we eerst in het parlement bijeen moeten komen voor de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van het parlement. En daarna de president en de vicepresident. Dat willen we allemaal in het parlement doen. Daarvoor zijn er heel wat strategieën uitgezet. Daarvoor zijn er heel wat overlegmomenten. We kijken ook uit naar de officiële kandidaten die allemaal gekozen zijn. Kijken wie bij voorkeur is gekozen, wie niet bij voorkeur is gekozen. Intern proces, wie gaat bewilligen, wie gaat niet bewilligen. Deze week hebben we gebruikt voor het ontwikkelen van ons regeerprogramma. Alle partijen zijn betrokken met hun deskundigheid en dat loopt. Maandag starten we met het proces van dialoog, hearings. Met sociaal-maatschappelijke organisaties, met politieke partijen die zetels hebben behaald en die ook geen zetels hebben behaald. Om na te gaan wat de inzichten bij hun zijn om ons regeerprogramma te finaliseren. Maar tegelijkertijd om een breder politiek-sociaal-maatschappelijk draagvlak te creëren. Daarna gaan we over, dan weten we wat het volk, wat Suriname precies wil. En daarna gaan we op basis van profielen over tot bemensing van de verschillende organen. Step by step, goed overleg, vertrouwen. Eenheid in leiderschap, eenheid in beleid, eenheid in bestuur. Op basis van deze principes komen we wel daar. Er is een sprake van een total lockdown in Suriname. Mocht het zo zijn dat het parlement niet bijeen kan komen, wat zal er dan gebeuren? Want dan kan een nieuwe regering niet benoemd worden, het nieuwe parlement. Kijk, je kan niet zomaar overgaan naar een total lockdown waar het parlement niet bijeen komt. We hebben namelijk een partiële lockdown gehad. Het parlement is doorgegaan. Dus met inachtneming van de COVID-bepalingen en beperking, de social distance, goede hygiënische randvoorwaarden, kan je gewoon een parlementaire bijeenkomst hebben met een betere organisatie. Als die politieke wil er is. Ik hoop namelijk dat die politieke wil er wel is. En die politieke wil mag niks anders zijn dan die wil van het volk van Suriname. Dat het parlement zo snel mogelijk moet bijeenkomen. Maar nogmaals, we hopen dat gebeurt. Aan de andere kant zeggen wij, COVID uno me grap. COVID is ernstig. COVID is levensbedreigend. COVID is nu op dit moment out of control. Dat we inderdaad alle maatregelen moeten treffen om onze samenleving te beschermen. Om die verdere verspreiding van die besmettingen in te perken en te voorkomen. Maar laat COVID niet misbruikt worden om andere zaken in feite te realiseren. Het laat wat niet wenselijk is voor de democratie.